Welkom bij de tweede aflevering van Hartzaken. De talkshow die het hart vol raakt met Hanneke Groeneman. Het is vandaag Wereldhartdag en Dress Red Day. En alleen de directeur van deze stichting, Hans Snijder, die u net heeft ontmoet, is niet in het rood. Verder heeft bijna iedereen, inclusief ikzelf. Ik heb een rood vestje aan. En ik zie dat heel veel mensen dat doen. En volgend jaar heb jij een rood clownspak aan, Hans. Als directeur van deze stichting. Ik begin met professor Liesbeth van Rossum. Kijk, dat is een professor, dat zou ik toch allemaal niet zijn? Ze is internist-endocrinoloog. Hoogleraar op het gebied van obesitas en stressonderzoek. bij het Erasmus-MC. We gaan het hebben over de relatie tussen hartfalen. tussen je hart en obesitas of overgewicht. Ik ben een ervaringsdeskundige, zoals ik jou verteld heb. Ik was ook ooit buitengewoon. Overwichtig, heb toen mijn maag laten verkleinen en ben toen geslonken tot een, een, een bejaarde die uh, in ieder geval 40 kilo lichter is. Maar wa wat is de relatie eigenlijk tussen je hart en je vet? Er zijn veel relaties. Ik, ik hoor meteen al dat je het allemaal klein maakt en een soort veroordeling over jezelf. Ik zou dat ja. echt wil, willen wegblijven van een stigma, want het is niet allemaal eigen schuld. Dikke beeld, misschien hebben we daar nog over. Maar er is wel degelijk een relatie dan weer tussen obesitas, ongeacht hoe dat dan komt, en, en hart- en vaatziekten. Um, niet alleen zeg maar dat, dat, wat er namelijk is: vet is een orgaan. Er worden heel veel hormonen ingemaakt en stoffen die belangrijk zijn voor het immuunsysteem. En op het moment dat je te veel vet hebt in je lichaam, met name buikvet die je aan de buikomvang, dan raakt er een soort chronische ontsteking ontstaat in je lichaam. En allerlei systemen die het niet meer goed doen. En een van de gevolgen daarvan is dat de vaten kunnen gaan verkalken... aderverkalking kan optreden, kan in het hart optreden, ook op andere plekken. Er kunnen hartritmestoornissen ontstaan, er kan hartfalen ontstaan... ook het vet in het hart kan, kan ziek worden, zeg maar. En we weten dat als je um, dat buikvet echt goed behandelt en serieus neemt... en niet alleen maar roept, eet maar een worteltje... maar gewoon echt daar goed aandacht voor hebt... Dat je en dat buikvet weer kan laten slinken. Dat je heel veel winst kan behalen op hart- en vaatziekten. Um, en tegelijkertijd ook op een heleboel andere bijkomende ziekten. Want het leidt ook nog tot dertien vormen van kanker, op depressie, op knieklachten. Dus de kwaliteit van leven van een hartpatiënt, als je het vet goed behandelt, kan enorm toenemen. Dan zou ik zeggen: eet alleen nog maar wortelen. <laughs> Met andere woorden, pas je leefstijl aan. En uh, dat, zo heb ik er zelf altijd over gedacht, eigen schuld, dikke bult. Eet gewoon minder. Zorg dat je een gezonde leefstijl hebt, dan gaat dat vet vanzelf weg. Ja, ik denk dat dit een van de grootste misvattingen is. Was het maar zo simpel? Want dan denk ik dat heel veel mensen geen obesitas hadden. Hè. Terwijl nu de, meer dan de helft van de mensen heeft overgewicht, en 15% heeft obesitas. Punt is dat er heel veel oorzaken zijn. Leefstijl is natuurlijk een hele belangrijke oorzaak. En dat is niet alleen voeding, maar ook te weinig bewegen. Op verkeerde tijden eten ploegendiensten. We zien ook psychische oorzaken: hè. stress, dat geeft snacktrek en geeft meer buikvet. Depressie, psychotrauma's. We zien ook heel veel mensen die medicijnen gebruiken die ook uh, de effecten van een leefstijlinterventie in de weg staan en die kunnen bijdragen tot gewichtstoename. Juist ook wat hartpatiënten gebruiken hè, bepaalde bloeddrukmiddelen, ook bepaalde maagzuurremmers, uh, corticosteroïden, dat zijn weer bepaalde stresshormonen uit een potje zeg maar. Uh, heel veel medicijnen kunnen bijdragen daaraan. Daarnaast zijn er nog andere oorzaken van hormonale oorzaken of bepaalde medische oorzaken. Vaak wordt niet naar de oorzaak gekeken, maar als je die optimaliseert, dan kan je daar heel veel uh, um, winst mee, dat iemand makkelijker afvalt. Hoe bedoel je optimaliseert? Nou, stel iemand heeft voor sociale oorzaken, leeft in armoede, dan kan je bijvoorbeeld, je kan de hoge bloeddruk kan je wel behandelen met hoge bloeddrukmiddelen. Maar je kan ook kijken, hey, misschien moeten we ook wel schuldhulpverlening bieden om daar een, 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 een extra hulp bij te bieden. Het hoeft niet allemaal altijd in het medisch domein. En soms juist wel. Stel, iemand heeft drie soorten bloeddrukmiddelen... die allemaal gewichtsverhogend werken. Dan kan je kijken, nou, laat een leefstijlinterventie inzetten... en dan tegelijkertijd of zelfs eerst de bloeddrukmiddelen omlaag zetten. Dan heeft dat veel meer effect. Dus je kan vanaf de medische kant mensen de wind meegeven, zeg maar... waardoor een leefstijlinterventie werkt. En als dat onvoldoende effect heeft, dan heb je nog aanvullende opties. Ja, toch, het is allemaal mooi gezegd... En ik zie mezelf weer worstelen met al deze uh, adviezen. En denk ik, hier val ik allemaal niet vanaf. Dat, dat weet ik wel zeker. Maar um, ik heb ook het gevoel dat ik de hele dag verleid word om lekkere dingen in mijn mond te stoppen. Ja. En zou daar niet iets aan gedaan moeten worden dan? Ja, absoluut. Kijk, we hebben het over, over preventie en over behandeling. We hebben het op dit moment, zeg maar, een, een kraan staat waad, wagenwijd open. Er komen elke dag mensen met overgewicht en, en hart- en vaatziekten bij. Hè, want de hele voedselomgeving lokt ons uit om ja. bijvoorbeeld ongezond te eten tegelijkertijd is dat bad al vol. Er hebben al mensen obesitas en er hebben al mensen hart en vaatziekten. En die mensen die het al hebben, die hebben behandeling nodig en dan moet je de stop uit dat bad halen, leeg laten lopen. Maar de kraan moet je ook dichtzetten. En preventie en behandeling zijn twee verschillende dingen. Um, die beide moeten. Je kan niet alleen de kraan dichtzetten, zetten, want dan, dan loopt ba dat dan bad niet leeg. Maar je kan ook niet alleen maar de bad leeg laten lopen, want dan staat die kraan open. Dus beide moeten. Um, en als je dan hebt over obesitas, ja, en, en dat wat dus kan leiden tot die hart- en vaatziekten. Um, de voedselomgeving verleidt ons absoluut. Want we onze voedselkeuzes, we maken meer dan 200 gemiddeld per dag, waarvan het meeste onbewust 200 is. 200 voedselkeuzes per dag? Ja, en dat is. Meestal is onbewust, en dat is eigenlijk voor hè, stel we zien wat te eten, dan, dan hier, uh... hier is er geen enkele voedselkeuze, tenminste voor ja. mij niet. <laughs> nou ja, we kunnen kijken, we nemen nu voor een slokje water of niet, en doen we het niet, ah, is dat een keuze, doen we het wel, nee, is een ja, keuze, dus een koffie, uh, ja. koffie, dat is ook een keuze. Um, Kijk, en als we op een gegeven moment. We zien iets te eten. En dan, dan ga je eten. En na zo'n minuut of twintig. Uh, dan maak je allemaal verzadigingshormonen in je lichaam aan. En dan ga je minder. dan ga je stoppen met eten. Normaal gesproken, gemiddeld. Uh, maar stel je hebt heel veel gegeten. Dat, dat noemen we het biologisch systeem. Maar stel nou, je, je zit vol met. Je hebt gegeten. En dat kennen we misschien allemaal. Wel, heb je drie gangen op. Dat toetje, dat past dan wel. Hè? Die broccoli, die past niet meer. Ja. Maar dat toetje past wel. Ja. Nou, hoe zit dat dan? Dat is ons hedonisch systeem, oftewel ons beloningssysteem. Dat werkt weer via andere stukjes in de hersenen, andere delen. En dat is heel vaak waarop we nu keuzes maken: reclame. Hè? 80% van de producten in de supermarkt is buiten de schijf van 5. Dus daar maken we heel vaak onze keuzes op. Ja, daarnaast hebben we ons cognitieve systeem, onze gedachten. Hey, het is niet handig om drie, keer, drie donuts te eten, want dat is niet gezond. Maar wij denken dat we alleen maar daarop voedselkeuzes maken. En daar maken we vaak beleid op. Terwijl die 80% van de producten in de supermarkt, dus buiten de schijf van 5. En ook de reclames zijn bijna allemaal buiten de schijf van 5. Daar moeten we wet en regelgeving op maken. Wet en regelgeving, dat betekent dat er een wet overschreden wordt. Ik zou zeggen... Pas dat er een wet gemaakt moet worden die overschreden kan worden. Waarom zouden we reclame mogen maken voor ongezonde producten? Um, ik denk dat we inmiddels wel weten dat de vrijblijvendheid nu bijvoorbeeld aan het bedrijfsleven van... nou, maak de producten wat gezonder, hè, dat is mislukt. Dat was een contract nog van Edith Schippers met het de, de bedrijfsleven. Is dus niks veranderd. En ook nu met het Nationaal Preventieakkoord... Daar, daar weten we ook al, heeft de RIVM al berekend... die doelstellingen halen we allemaal helemaal niet. Het is nu echt tijd voor bijvoorbeeld een suikertaks... BTV, verlaging groenten en fruit. Gewoon dat je het mensen makkelijker maakt. Gezond eten goedkoper en, en ongezond eten duurder. Dan gaan mensen dat automatischer doen. Dus aan de ene kant hebben we systemen in ons... die maken dat we misschien zonder dat we het weten... Te veel ongezonde uh, voedingsmiddelen naar binnen krijgen. Aan de andere kant is er een industrie, en natuurlijk een voedselindustrie of een snoepindustrie, of hoe die industrie ook allemaal heet, die van alles doen om ons te verleiden. Hoe komen we daar ooit uit, professor? <laughs> Nou ja, ik, ik, ik denk dat we het gewoon vanuit de medische zorg moeten het heel hard roepen eh, dat het nodig is. We zien de urgentie, want we kunnen nu wel niks doen. Ja. Maar dan de, 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 de epidemie aan de hart- en vaatziekte, die gaat keihard door en wordt alleen maar erger als we nu niks doen. Um, de, dus we moeten daar wat doen. En ja, wij hebben te maken met een individu in de spreekkamer. Daar, daar, daar kan je het individu behandelen, dat moeten we ook echt doen. Je kan je niet van roepen, ja, op dat moment van, had u maar meer broccoli moeten eten. Dat, je moet toch diegene ook echt wel behandelen voor de hart- en vaatziekte. Maar de, de hele bevolking, op dat niveau, dat is echt een taak voor de overheid. En daar moeten we ze wel goed bij adviseren en meehelpen draagvlak creëren. Um, ik weet dat tegen de tabaksindustrie en de lobby, is een, uh, er is een advocaat opgezet. En die worden aangeklaagd wegens crimineel verleidingsgedrag. Zou dat met de voedselindustrie niet ook moeten, uh, moeten gebeuren? Is een hele interessante vraag, want nu met dat recente onderzoek dat bijna 80% in de supermarkt geen gezonde producten zijn is dat nu wel eigenlijk dat er een, een sprake is... dat de overheid eigenlijk volksongezondheid stimuleert op dit moment. En er zijn ook wel nu mogelijke ideeën over... dat ja, misschien, misschien moet daar maar eens een keer een rechtszaak van. Er zijn mogelijk wel juridische gronden voor. Want de overheid heeft wel als taak om de volksgezondheid te beschermen. En die taak wordt absoluut niet volbracht nu. Heb ik zin in, in zo'n rechtszaak. <laughs> ja. Ja. Het is allemaal een no money, no mission. En daar hangt het nu op, serieus. Ja. En even tot slot. Ik, ik hoorde laatst in het nieuws... Een Paar dagen geleden. Misschien heeft u dat ook allemaal gehoord dat er een diabetesmedicijn is waar mensen heel erg van afvallen. Ik ja. dacht ja, dat wil ik ook. Nou ja, er zijn middelen. Kijk, we hadden het over die verstoring bij mensen met obesitas. Zijn die verzadigingshormonen die zijn in een stand geraakt omdat de ziekte obesitas officieel ziekte ook uh, bestempelt. Die verzadigingshormonen die doen het gewoon niet meer goed. Die ontvangers in het brein ontvangen die signalen niet meer goed. Nee. Nou en daar is een stukje waar een aantal medicijnen voor zijn. Er worden zelfs twee ook uit het basispakket vergoed. Uh, die een stukje wind mee kunnen geven. Die vervangen dat verzadigingsgevoel een beetje... op verschillende niveaus, verschillende werkingsmechanismen. Dus die, om als mensen het met een, Het begint, de hoeksteen is altijd een gezonde leefstijl. Want dat moet je nooit overslaan. Maar stel nou, iemand valt onvoldoende af of niet af... met die gezonde leefstijl. Dan moet je niet gaan zitten wachten op een hartinfarct. Maar dan komen dit soort medicamenten om de hoek. Moet je dan het obesitasmedicijn nemen. Dat is semaglutide 1 milligram. Um, eigenlijk is voor mensen met obesitas de semaglutide... Glutide 2,4 milligram. Die hebben een hoge dosering nodig. Dat medicijn is nog niet leverbaar. Vandaar dat dat, dat iedereen naar een diabetes-medicijn nu grijpt. Maar dan zou ik er tegenover willen stellen: oh. er zijn twee andere die wel al ook in het basispakket zitten. En die zijn wel ook al beschikbaar. Dus ik zou patiënten daarvoor adviseren: met een huisarts te overleggen of met internist of cardioloog. Om de juiste medicijnen. die gewoon ook vergoed worden. in combinatie met leefstelinterventie. En niet zoals met commerciële uh, klinieken. die alleen maar een spuitje geven. terwijl iemand nog drie liter cola drinkt. Dat is niet hoe het bedoeld is. Nee. Oké. Okay. Um, nou, ik, ik, ik ben toch een beetje. Ik, ik wil dat medicijn. Ja, ik ben eigenlijk. hoef ik niet meer af te vallen. maar ik ben toch nog verslaafd aan afvallen. gek genoeg. Dus ik wil dat medicijn ook. En uh, wat ik ook nog wil vragen. ik ben jarenlang veel te dik geweest. En ik heb nu een hartinfarct gehad. Heeft dat verband? Nou, de kans is heel groot, want er zit een heel sterk verband tussen het hebben van te veel buikvet... en die chronische ontstekingsstofjes die er zijn en, en, en ook het hoge bloeddruk oh. die dat geeft, hoog cholesterol... en dat er hartinfarcten van kunnen komen. Ja, Oké, okay. nou bedankt allemaal. Dat zou kunnen. Goed, ik, ik bedank u heel hartelijk. Ik wens u sowieso veel sterkte in het uh, Erasmus MC en met uw werk. Dank u wel. Bedankt. Dank je wel. Ja, deze speeddate is dan afgelopen. Nu, nu krijg ik uh, dokter uh, Robert Tieleman, cardioloog in het Martini Ziekenhuis in UMC Groningen. Goedemiddag. Goedendag. Je bent uh, initiatiefnemer van het eerste hartcheckpunt in Groningen. Had ik nog nooit van gehoord. Maar dat geldt eigenlijk voor alles waar ik het vandaag over heb. <laughs> dus dat, dat is meegenomen. W wat is een hartcheckpunt? Nou, ik ben mede-initiatief mede. Het mede, mede. ja, echte tuurlijk. initiatief komt hier vandaan. En eigenlijk mee. komt ja. dat van uh, de talkshow die vorig jaar uh, geweest is. Daar uh, presenteerde de Hartstichting de nieuwe strategie voor de komende jaren. En uh, daar presenteerde de directeur van, ja, eigenlijk zou het mooi zijn als we landelijk, over het land verspreid, uh, in bepaalde wijken liefst, punten hadden waar mensen hun cholesterol kunnen laten meten, hun bloeddruk kunnen laten meten. Uh, zodat ze zich aan de ene kant bewust worden van dat hart- en vaatziekte ook iets te maken heeft met die waarden. En dat je daar misschien in een heel vroeg stadium al wat aan kan doen, zonder dat je gelijk naar de pillen hoeft te grijpen. Ja. Dus meer bewegen, stoppen met roken, uh, je eetpatroon aanpassen. En uh, de directeur werd een beetje uitgedaagd door de talkshowleider. En uh, liet zich ontglippen dat hij dat wel eventjes zo geregeld zou hebben. Uh, Is dat deze directeur? Deze directeur, ja. ja. En uh, nou, toen dacht ik, daar kan hij wel wat hulp bij gebruiken, denk ik. Dus dat uh, zijn we maar gaan doen. Ja, nou, en hoe, hoe ziet dat eruit, zo'n hard checkpoint? -punt? Hoe het er bij ons uitzag was dat wij um, in een wijkcentrum, in een achterstandswijk in Groningen. Uh, uh, een paar bureaus hadden neergezet, afgeschermd met kamerschermen. zodat mensen een soort van privacy hadden. Um, en daar zaten medestudenten achter die tafels en die. Uh, meten het cholesterol met een vingerprik bij uh, mensen die langskwamen. En uh, ze meten de bloeddruk en namen wat vragen af. Een vingerprik? Een vingerprikje op zo'n stripje en dan... En waarom in die wijk? Dit is een wijk die in Groningen bekend staat als achterstandswijk, waar uh, een hoog percentage van de mensen um, uh, niet werkt, een uitkering heeft, uh, een migratieachtergrond heeft. Veel sociale, laag, uh, uh, goedkope sociale woningbouw. En uh, dit zijn eigenlijk de mensen die, weten wij uit screeningsonderzoek... die nooit reageren op een uitnodiging om, voor een screening. Hè, dus zelf mijn, mijn eigen onderzoek waar ik veel mee bezig ben... is uh, het vroegtijdig opsporen van een bepaalde hartritmestoornis. En dan zie je dat de mensen die uh, op een uitnodiging om... om om een meting te doen, te reageren. Dat zijn meestal hoogopgeleide mensen. De worried well, zoals we zeggen. De mensen die al lang weten. Hoe, hoe zeggen jullie dat? Worried well, dus de, 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 de mensen de die De bezorgde mensen die het eigenlijk heel goed gaat. Ja. Uh, terwijl de mensen die niet reageren, vaak de mensen zijn die hadden moeten reageren. Waar veel gezondheidswinst uh, te bewerkstelligen is. Dus we dachten: oké, okay, als mensen dan. Hè, dus de hartstichting heeft bijvoorbeeld jarenlang bloeddrukmeters uh, bij de ethos. Uh, uh, Neergehangen, dan kon je je bloeddruk laten meten. Alleen, de mensen die in deze wijk komen, die komen helemaal niet bij de ethos. Dat is een te dure winkel. Oh ja, is de ethos ook wel te duur? Die is ook te duur. Die is daar ook niet in die wijk. En, um, uh, dus we dachten, nou, als die mensen dan niet naar de ethos komen om daar een bloed te laten komt meten, dan de komen wij wel, dan komen wij wel naar de wel naar jullie toe. Ja, ja, dus we stonden inderdaad naast de Aldi. Ja. Want ze moeten ergens boodschappen noemen. Hey, en dan uh, kom ik wel. Ik ben dan wel zo'n worried person, mm -hmm. alhoewel ik bij mijn cardioloog maanden moet wachten voor ik voor een check kan komen. Maar goed, dit terzijde. Uh, <laughs> ik ben in alles een ervaringsdeskundige. Maar dan kom ik, en dan heb ik, uh, maar dan krijg ik van jullie een uitslag, neem ik aan. Uw cholesterol is te hoog en uw bloeddruk is ook niet helemaal in orde. Ja. Ga ik meteen naar de huisarts. Ja. Nou, die zit ook niet op mij te wachten. Dan nee, is het ook namelijk veel te druk. Ja, dat is, uh, um, dat is precies wat er aan de hand is. Dus als wij, en dat was ook het probleem eigenlijk... als wij zeggen, van, nou, we hebben een leuk initiatief... en uh, deze mensen die, uh, lopen een gezondheidsrisico... en er zou vrij eenvoudig wat aan te doen moeten zijn... vind ik niet een goed idee dat we bij jullie in de wijk komen meten... Nou, gelijk hakken in zand, no way. Die Want mensen dit, zijn totaal uh, overbelast. Die mensen zijn allemaal overbelast. De hele zorg is overbelast. Um, maar net als de voorgaande spreker, dan moet je daar wat aan doen. Nou, de zorg oplossen, dat zit er voorlopig even niet in, denk ik. Er zijn niet voldoende mensen, überhaupt, om uh, ervoor te zorgen. Dus dan moet je toch voorkomen dat mensen ziek worden. En wat wij gedaan hebben, is niet uh, mensen met een hoog bloeddruk identificeren en dan gelijk zeggen, nou dan moet je een pil, gaan we naar de huisarts of de cholesterol hoog, dan moet je een pil, gaan we naar huis. Als jouw cholesterol wat aan de hoge kant is, dan helpt het al als je stopt met roken, want dan is datzelfde cholesterol een stuk minder gevaarlijk. Als je stopt met roken, heb je een jaar later al 50% minder kans op een hartinfarct. Dus die dingen gaan uh, met elkaar hand in ja, hand. Ja, dat weten we toch allemaal. Zelfs in achterstandswijken weten ja. we dat toch. Ja, maar kop in het zand is ook nog iets. Dat weten we ook dat dat bestaat. En het helpt toch echt. We doen nu een onderzoek en we kijken hoe is het aangekomen bij die mensen. Heeft het ook daadwerkelijk geleid tot verandering in het verdrag? Dat zal best nog wel tegenvallen, denk ik. Maar goed, dat, dat gaan we bekijken. Maar we hebben eerst maar eens even gekeken, daar was deze pilot voor. En er is ook nog een pilot geweest naar Rotterdam, bij een huisartspraktijk. Wat komen we allemaal tegen? En is dit een. Is dit een way to go? Kunnen we hier zeg maar, een linkje vinden om mensen die er wel zeker baat bij kunnen hebben, om die te bereiken? Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? Nou, de, de, ten eerste werd het ongelooflijk positief ontvangen. Dus mensen door de mensen die ons bezochten, zou ik maar zeggen. Zelfs de winkelier van de, het hoofd van de winkeliersvereniging. Want we, zijn natuurlijk, we hebben natuurlijk gebruik gemaakt van de mensen die in die wijk zaten. We zijn eerst naar de huisartsen gegaan. Nou, Die hebben ons gevraagd. Oké, okay. en die zijn heel begaan met hun wijk. Daarom durfde ik het ook wel aan te zeggen. Nou, dat wil ik wel proberen. Ja. Um, maar die zei: wat doe je alsjeblieft na het griepseizoen? Want die hebben het al zo druk. Oké. Okay. Nou, dus we hebben het na het griepseizoen gedaan. De, het hoofd van de winkeliersvereniging. Maar het kan wel wachten. Eerst griep. Dat was het. Het ja. Ja. hoofd van de winkeliersvereniging uh, had de lokale sigarenzaak. Zou ik maar zeggen, sigaretwinkel. Nou, de Bruna aan mij verkocht. Hij de zei. Maar weet je. Ik Vind het een goed initiatief, ja? Dus eigenlijk vond iedereen het wel prima dat we het gingen doen. We gingen heel ook en de mensen... sigaretten weg doen? Nou, je? dat denk ik. Hij moest ook zijn, moet geld ook bedienen. Ja, ja. Um, maar de um, van wie we echt heel veel positieve reacties gekregen hadden, waren gewoon de voorbijgangers. Wij hadden gedacht dat we twee, twee um, wervers nodig hadden, dus twee uh, studenten Flyers die flyeren, flyeren ja. en we hadden overal we hadden weinig reclame gemaakt. Uh, dat is nog een dingetje, kan zo wel waarom. Maar we hadden het een beetje low profile gehouden. Maar in de, op de lokale Facebookpagina van de wijk... en uh, uh, hadden we iets gezegd in het berichtje... en er hingen flyers in het winkelcentrumpje. En, um, maar die twee wervers, dat was er één te veel. Want we hadden drie meetstations en twee wervers... maar het kwam alleen maar een hele lange rij. Dus we hebben één van die wervers aan een meetstation gezet. Want ga jij meten. Kwam, ga jij ook maar meten. Uh, want mensen uh, vonden, het, ja, vonden het eigenlijk heel erg... Fijn om een keer hun waarde te meten. Ja. Bij heel veel mensen was nog nooit het cholesterol gemeten. Dus ja. waren mensen, de mikten de tussen de 40 en de 60. De gemiddelde leeftijd was 55, denk ik. Dat waren toch iets oudere mensen. Maar bij 80% was het nog nooit het cholesterol gemeten. En uh, in meer dan de helft van de gevallen was het te hoog. Ja, ja, ja. En hebben jullie ook uh, ergens uh, een visje gevangen? Ik bedoel, ja. iemand van wie je zei, nou, goed dat ja. we dat even meten. Ja, die visjes die wilden we eigenlijk niet vangen. Hè. Dit is echt bedoeld voor awareness. Je kunt er wat te doen, wat de voorgaande spreker ook zei. Het is niet alleen maar. Hè, er is ook altijd nog iets van erfelijke aanleg enzovoort. Uh, maar toch is het. ...wel goed om mensen een keer te confronteren met... Hmm. Nou, ...wat is je lengte en gewicht, wat is je en... gedrag? En, maar we hebben wel iemand gevangen... ...die een veel te hoge bloeddruk had, ja. ja, ja. En hebben jullie ook dan... ...behalve dat jullie een druppeltje bloed... ...en uh, nog iets anders meten... Uh, ...hebben jullie ook een gesprekje dan... ...met die mensen? Of, of moet de huisarts... ...dat ook doen? Nou, dat hebben we wel met de huisarts overlegd... ...en die hadden ook verwacht dat er heel veel mensen... ...naar hun spreekuur zouden komen. Uiteindelijk... ...van de 250 mensen in Groningen... ...die gemeten zijn, hebben er elf een advies gekregen van dan praat er toch eens over met je huisarts en nou we weten uit ervaring dat ongeveer de helft dat doet dus dat zijn dan vijf extra patiënten dus dat valt ook nog wel weer mee ja. um, en de meeste mensen hebben gewoon een advies gekregen van uh, hier is een wandelclub sluit daarbij aan um, kijk eens op die website want daar staat iets over gezonde voeding echt minder zout ja. gebruiken dat, was, dat is, is wel wat we geleerd hebben. Dat wordt heel erg gewaardeerd door de mensen die zijn komen meten. Maar uh, dat hadden we nog niet heel erg geformaliseerd. Dus we zullen daar denk ik toch ook wel met lifestyle coaches of iets dergelijks aan de gang kunnen gaan. Ja. In combinatie misschien toch ook wel met apps bijvoorbeeld. Ja. Die mensen uh, wat, die, die ze nog eens een keer kunnen raadplegen. En dan moet natuurlijk wel een soort, nou die awareness moet, jullie moeten geduld hebben. Hè, ik wil daar niet cynisch over doen, maar we uh, ja. weten eigenlijk alles wel, maar het moet doordringen. Ja, het moet doordringen en je hebt, denkt ook vaak dat het over een ander gaat. Ja. Ik, heb, ik, ik ben ook wel een beetje te zwaar, maar bij mij telt dat niet zo. Ja, het telt wel. Ja. Je hebt het niet over jezelf. Nee, nee maar nee, er nee, zijn... Nee. Ja, ja. Hè, dus de, de, bedoel, de gemiddelde roker denkt dat valt wel mee. Maar ja. ik denk dat in mij, bij, bij mij stoppen de meeste rokers... dat is namelijk op het moment dat ze een hartinfarct hebben... en dat die cardioloog die blaast dat blonnetje op dat hart, om dat bloedvat weer open te maken en zegt je mag nooit meer roken. En dat helpt heel goed. Tuurlijk, <laughs> maar het is, wel, maar het is wel een paardenmiddel, hè? Het is wel laat. Ja, ja, het is laat en het is wel een beetje... Ja. Zeg, en hoe nu verder eigenlijk met die checkpunten? Nou... We hebben er nu twee gehad en die zijn we nu aan het analyseren. Hè. Dus mensen die geweest zijn daar, die worden ook teruggebeld. Wat vond je ervan en heb je er nog wat mee gedaan? Daar leren we van. Maar het doel is echt om, komende, om het komende jaar en eigenlijk de komende jaren meer van dit soort checkpoints op te gaan zetten. Um, ik denk dat het heel nuttig is. Ik denk dat het ook voor de hartsichting aan zich nuttig is. Want het is een hele zichtbare aanwezigheid die erg gewaardeerd wordt door mensen. Het is een beetje zoals die tenten met corona, hè? dat je, je gratis kon laten prikken. Nu kan je gratis even je cholesterol laten ja, mee. Gratis is heel belangrijk in Ik, deze, ik ja. denk wel dat ik heel erg zenuwachtig zou worden ervan. denk, oh, god, heb ik dat ook nog? Ja, sommige mensen waren ook heel erg zenuwachtig, maar um, um, uiteindelijk zijn de um, evaluaties heel positief. Ja, ben je optimistisch over um, dat hele vak van je? Oh ja, ik hou genoeg te doen. Dus uh, daar ben ik wel optimistisch over. Nee, ik denk, dat, ja, ik denk dat we enorme vorderingen gemaakt hebben de afgelopen jaren. Ja? Ja, toen ik studeerde, uh, dat is uh, nou, zeg maar in de jaren negentig van de vorige eeuw... ...werden mensen vijf jaar minder oud dan nu. Toen was hart- en vaatziekte nummer één. Waar iedereen een, voor iedereen nummer één. Ja. Nu is dat kanker. Waarom? Omdat wij het zo goed gedaan hebben. Niet de dokters, maar toch ook wel heel erg de pillen. Terwijl ze... mensen een Stuk ouder worden, ja. dus ook meer uh, prone to accident zijn. Ja, maar ja. Ik, denk dat, uh, ik, denk, en ik denk dat de gemiddelde 80-jarige van nu veel fitter is dan de 80-jarige van uh, 1990 bijvoorbeeld. Ja. Dus ik denk dat we echt een heel eind gekomen zijn, maar het kan nog wel een stuk beter. En het is wel zo dat het, het is niet voor iedereen gelijk is. Als ik naar mijn pensioenfonds kijk, dan rekenen ze met een medisch specialist wordt gemiddeld, gemiddeld 89 jaar. Dat geldt niet voor de stratenmaker. Dus ik denk dat ja, er wel ja, heel veel ongelijkheid ja. nog is en daar kunnen we ook wat aan doen. Oh, daar gaan we het straks over hebben voor de gezondheidskloof. Hè? Um, heel erg bedankt. En ik uh, kan niet wachten om <laughs> er ook kan laten meten. Gratis. <applause> ik ga praten met professor Hester den Ruiter. Ook als een professor die er helemaal niet uitziet als een professor. Al um, bijna 60 jaar investeert welkom. Investeert de hartstichting in uh, onderzoek, wetenschappelijk onderzoek en uh, innovatie om hartproblemen eerder te kunnen opsporen en beter te behandelen. Zoals ook. Het uh, is bijna alsof ik een uh, liedje zing van lang geleden. hartziektes bij en vaatproblemen bij vrouwen. Want dat is ook zo'n onderwerp waarvan ik denk: weten we er niet al alles van? Maar kennelijk niet. Decennia lang was het de witte man. De witte man is sowieso al erg in de aap gelogeerd. Maar hij stond model bij uh, het hartonderzoek. En um, daardoor ontdekten ze bij vrouwen uh, niet of heel laat pas hartproblemen. Ik ben daar zelf een voorbeeld van namelijk. Want ik had ook een hartinfarct dat totaal niet ontdekt is. Toen zei hij, doe mij maar dotteren. Nee, nee, dat kan bij uw aandoening niet. Dus uh, ik ben een geen witte man, dus een vrouw met een hartprobleem. Um, wij gaan daar uitgebreid over praten met Hester Den Ruiter. Maar ook met de beroemdste huisarts van Nederland ongeveer, Shakib Sana. Huisarts in Rotterdam en Leerdam. En u, u bent ook onderzoeker aan, het, uh, aan de Erasmus Universiteit. Ja. En u heeft opgericht de website gezondheidskloof.nl en de twijfeltelefoon. Mevrouw den Ruiter, hebben vrouwen nou echt een ander hart dan mannen? Nee. Nee, nee. Hebben toch allemaal gewoon datzelfde ding? Ja, zeker. Ding ja. Nou, het hart van een vrouw is iets kleiner en dat komt natuurlijk uh, door het uh, postuur. Dat uh, vrouwen vaker ook uh, wat kleiner zijn. Maar onder ja, normale omstandigheden, dan uh, doet dat hart uh, bij mannen en vrouwen precies hetzelfde. Is net zo mooi. En zit op dezelfde plek. Um, maar wat we wel zien is dat als mannen en vrouwen ouder worden, dat ze uh, de neiging hebben om andere karakteristieken van hartvaatziekte te, te krijgen. En dus bij mannen zie je heel klassiek, waar we ook heel veel onderzoek naar hebben gedaan. naar Die aderverkalking in, ja. de, in, de, in de grote vaten van het hart. Het klassieke hartinfarct, en dat gaat gepaard met uh, heftige. Uh, ...symptomen. En daar kunnen we nu heel mooi een stand plaatsen... ...om dat uh, ja. weer te openen. En bij vrouwen... Um, ...ja, zie je dus dat tijdens het ouder worden... ...dat ze, uh, dat ze ook vaker uh, met hartklachten komen... ...maar dat het toch niet uh, te verklaren is... ...doordat er vernauwingen worden gezien... ...of in ieder geval er worden, wordt wel slagaderverkalking... ...in die grote vaten gezien... ...maar dat is niet de oorzaak van de klachten. Nee. Nou, decennia lang hebben we vrouwen weer terug naar huis gestuurd... ...en gezegd, nou... Dat komt is niet psychisch. van het hart. Ja, het komt niet ben van het moe, hart. Maar het is psychisch. Ja. Ja, ja, En nu de afgelopen jaren zijn we uh, structureel echt verder aan het testen. En uh, kijken we met een, wat noemen we dan, een coronaire functietest. Naar bijvoorbeeld uh, hoe de kleine vaten in het hart uh, reageren. Maar ook kijken we met medicatie of het hart bijvoorbeeld of die vaten uh, als het ware samentrekken. Wat, waarvan je kan voorstellen dat geeft dezelfde klachten. Uh, maar als je, met, net met een, als je dan net gaat kijken, dan zou je net zien dat dat, dat, dat vat niet uh, samentrekt. Dus dat proberen we dan met, uh, met medicatie op te wekken. Dus we hebben nu in Nederland in een, in een grotere registratie ongeveer 1500 uh, mensen met deze testen uh, gezien. Daarvan is 80-90 procent is vrouw, want die hebben vaker langdurige hartklachten. En daar zien we toch in 75 procent dat er wel wat aan de hand is, wat dus de oorzaak is van die hartklachten. Weten ze dat in het OVG in Amsterdam? Dit alles? het um, nou, wordt wel het persoonlijk. heel. Persoonlijk <laughs> ik heb helemaal heel, niets gemerkt van al deze testen. Nou, er zijn inmiddels 20 centra in Nederland die deze testen uitvoeren. Maar het zijn ook geen makkelijke testen. Want wat nee. we nu doen is een ziekenhuisopname, een hartkatheterisatie met medicatie. En er zitten altijd risico's aan: ja. risico's van een dissectie, hè, dus dat het vat uh, scheurt. Uh, of dat er ritmestoornissen ontstaan tijdens die procedure. Dus. Eigenlijk willen we, en dat doen we met hulp van de Hartstichting, zo snel mogelijk die testen te vervangen door een, ja, een, een niet-invasieve test, een makkelijke test. Uh, en zijn we aan het kijken in de huid naar metingen in de huid, of we daarmee, als we naar de kleine vaten in de huid op kijken. Kijk op je telefoon en die hou je dan lekker tegen een vat en klaar. Nou dat is ja, een dat, ideeetje. ja, het is een heel goed idee. Ik, ja. hoor, ik hoor daar graag uh, meer over. Um, maar ook met, met we, we geven vrouwen nu uh, um, uh, Holter mee, dat is zo'n dus ECG. Ja. En dat uh, vragen we ze dagenlang te dragen. En als ze klachten hebben, druk ze op een knop en dan kunnen wij meteen kijken... Ja. of daar misschien toch kleine veranderingen op het ECG uh, zijn. Want als dat kan en als we dat op die manier kunnen, kunnen doen, dan kunnen we... Heel makkelijk bij alle vrouwen met hartklachten dat simpel door uh, bekijken en dus veel betere en snellere diagnoses bij vrouwen stellen. Hoe manifesteren zich hartklachten bij vrouwen? Ja, nou als, als er problemen in de grote kransslagaderen zijn, want da, daar, dat gebeurt natuurlijk ook bij, uh, bij vrouwen, uh, dan zie je dat vrouwen. Ja, het is altijd wel een interessant thema hoor. We kunnen daar uren over praten. Maar vrouwen praten ja, dus heel veel. Ja. Uh, <laughs> en um, nou ja, als ik met huisartsen daarover praat, dan zeggen ze ook: een vrouw in de spreekkamer legt vaak zelf de klachten uit. En zeg ik ben wel eens ook moe, maar ik heb ook voor mijn moeder gezorgd. En, en, uh, en dan is het een, is het zijn er een heleboel dingen tegelijk die spelen. Terwijl mannen daar toch wel wat effectiever in zijn, want die uh, komen dus binnen one en one track minded Ja, van de heel uh, dokter los het op. mijn hart. Ja, los het even op. Yep. He, dus, uh, en bij vrouwen, um, uh, wat ik in ieder geval van uh, de mensen hoor, is dat vrouwen ook vaker klaag over dus dat de BH strak zit. Uh, ja, dat, is, dat is niet dat je zegt, ik ze heb weer pijn obese? op weer. Uh, <laughs> nee, dat komt dan dus uit, oh, ja. uh, uit het feit ja. dat ze last hebben van. Uh, zo, dus, de, ja. dus ze rapporteren meer klachten als ze een hartinfarct hebben. Um, waardoor het ook lastiger te duiden vaak is. Waardoor het ook langer duurt voordat het natuurlijk opgemerkt wordt. Maar er is zo langzamerhand toch genoeg know-how bij cardiologen ja. gespecialiseerd in vrouwenklachten om ze te kunnen duiden. Neem ik aan. Ja, maar er zijn natuurlijk een aantal stappen. Je, de eerste stap is dat je zelf naar een huisarts gaat. Dan uh, doet de huisarts natuurlijk de eerste schifting. Uh, dan zie je ook vaak in Nederland dat er altijd nog centra tussen zitten, hè, cardiologiecentra, die een hele snelle diagnostiek uh, kunnen doen. Uh, dus tegen de tijd dat je bijvoorbeeld voor die functietesten in een academisch ziekenhuis of een ander ziekenhuis komt, dan heb je al een heleboel lage, uh, ja. uh, lagen ja. gehad. Ja. Ja. Um, dus, nou, en de, dus die diagnostiek, dat, da, daar moeten we heel hard aan werken om dat de komende jaren echt te verbeteren. En dan nog een tweede thema wat heel belangrijk is: we hebben daar op dit moment gewoon geen therapie voor. We kunnen het niet behandelen. Althans, we geven allerlei medicatie ja. aan die vrouwen en hopen dat het werkt. Maar eigenlijk hebben we nog niks wat o, wetenschappelijk bewezen is. Uh, dus eigenlijk beginnen we een dus. Dus weer... of dotter werkt dan niet bij die kleine vaatjes? Nee, nee, dat zit te diep. Ja, dus dat is lastig. Um, ik ga eventjes naar uw collega, de huisarts, meneer Sana. Um, vrouwen en harten is een apart verhaal. U werkt in buurten waar ook weer een ander uh, verhaal zit aan de hartklachten. Ja, zeker. Ik denk, het is best wel lastig. En Als ik de afgelopen dertien jaar huisarts en als ik kijk naar de keren dat een vrouw met mij met de borstklachten is gekomen. En dat de klassieke was als een man die pijn op de borst klachten heeft gehad, nul keer. En vaak nul zijn keer toch pijn op de borst. Nee, zijn ja. vaak toch een hele andere manier van uiting. Waarbij je. Uh, dus het, het is niet, niet zoals een boek, zeg maar zo, is het dan. En moeheid is een, vaak een klacht. Wat je ook bij de vrouw vaak ziet, is dat zij. De klacht op een gegeven moment zich een beetje wegcijferen. Inderdaad, dat toen zei mijn moeder: had het ook. Of ik ben, nou ja, als ik nu toch hier zit, het is toch een overgang misschien. Ik kom er twee weken weer terug. En dan daar staat ook een delay. En ik zeker denk ik ook bij de, hu bij de huisarts, in dit geval ik als huisarts, zeker staat er ook in wat onderzoek waar u nu over heeft. Dat is wel recent daar wat meer ja. duidelijkheid over. Maar dit is al best van. Um, ik moet denken aan een um, 60-jarige uh, dame van surinaams in afkomst. Um, en die kwam twee jaar lang met pijn uit de borstklachten. Als zodra die persoon komt, ambulance vaak bij ons geweest in de praktijk om een ECG te maken, dan nemen ze mee. Uh, vrouw, 60 jaar, Surinaamse-Indonesische afkomst, obesitas, dus de kans dat het een hartinfarct zou zijn is aanwezig. Gaat naar het ziekenhuis, alle onderzoeken gedaan, komt terug, niks aan de hand. Niks aan de hand ja. Drie jaar later, uiteindelijk vinden ze dat, en dat is dan bij haar door. En, en ondertussen had zij gewoon stress. Die vrouw zegt: ik heb iets aan mijn hart. Ja. En ze doen onderzoek, maar ze kunnen niks vinden. Uitgebreid onderzoek aan het academisch centrum. Totdat uiteindelijk krijgt ze wel inderdaad een hartinfarct. En uh, ja, de behandeling niet. Uh, de behandeling is inderdaad medica medicatie. Ja. Maar die bevestiging voor haar was wel belangrijk. Dat zij dus nu uiteindelijk was, na drie jaar, wat herkend dat het zo was. Uh, maar ook dat zij. Uh, komt in een soort vicieuze cirkel. Want ze zegt aan de ene kant: ik heb een hartklacht, maar niemand gelooft mij. En dat raakte daardoor een depressie. Door depressie raakt ze een stress. En de stress werd de klacht alleen maar erger. Uh, dus dat is ook echt iets. Je, daar, ja, je ziet die ellende echt voorkomen. En, ja. Uh, ja. En, maar um, ik las ook, u heeft een, die website gezondheidskloof.nl. Um, ik las dat u ook veel werkt met mensen met een andere etnische achtergrond. En dat daar ook weer specifieke klachten zijn. Jazeker, ja, de website uh, gezondheidskloof.nl is samen met uh, professor Robin Peters, internist en in Erasmus MC. We hebben samen dat oh, jullie gedaan. Hebben wat, samen uh, ook op die markt gestaan juist, met samen. corona. Ja, oh, ja, dat herinner ik ja, me ja. ja precies. Ja. Uh, en het ging <laughs> eigenlijk ook, dat was een beetje, de, corona was een soort. De, een hele symbolische uiting van alle problemen waar we eigenlijk nu hierover hebben ook, want de mensen ja? die uh, op, uh, op uh, de, uh, de IC lagen waren vaak de mensen ook die uh, overgewicht hadden of zelf diabetes hadden, maar dingen die ook weer met het uh, met hart en of kleine vaten te maken hadden. En ook kwetsbaar in de coronatijd. Precies, waarop ja. kwetsbaar in de coronatijd. En juist een, 80% van Nederland was gevaccineerd, maar niet 80% van mensen die in achterstandswijken woonden waar niet alleen mensen met migratieachtergrond zit, maar ook met uh, uh, lichtverstandelijke beperking, ja. mensen die taal niet goed spreken, of mensen die, uh, uh, ja, die, die waarvan de maatschappij toch een beetje te snel gaat. Ja. En dat voor die mensen zeiden, ja, wij, het is lastig, het is nieuws, we weten het niet, dus we, we doen het niet. En dat, dat zagen wij in Robin uh, uh, dokter Peters samen. Dan denk je, we moeten gewoon hiervoor dus iets gaan doen. op de markt ja, klopt. En het mooie is... uitdelen Rondkapjes uitdelen ja. in principe informatie geven. En daarna zie je dat mensen eigenlijk wanneer ze informatie krijgen van een, van een dokter, en dat is een, wel een effect van die witte jas, ja. dat je met je arts bent, en dan komen ze wel, dat is ook heel veel dingen van collega Tiemand die herken ik ja. en het mensen waarderen het enorm dat je oké okay, we zijn niet vergeten en natuurlijk zijn er ook een vooroordelen zijn makkelijk maar zijn altijd een reden waarom mensen daar wonen uit die omstandigheden niet kunnen komen we hebben het vaak over broccoli gehad Dat is ook een uh, als je mensen die ja, broccoli die, is ja, een tovergroente ja, <laughs> ja precies maar het is ook echt heel vies. lekker ja. het is heerlijk ja, als je dat lekker. doet oh, ja. maar als ze ja. de enige zijn het op je, op je menukaart het wordt heel lastig als je 20 euro per maand te besteden hebt maar ik denk het is ook makkelijk om te zeggen als ik aan iemand nu een miljoen euro gaat geven Geven, dan gaat hij vanaf morgen eens broccoli eten. Maar dat gaat hij niet doen. Nee. Want wij hebben ook een bepaalde gedrag in ons opgebouwd. Bepaalde um, impulsbeslissingen die mensen nemen. Heb ik morgen brood op mijn tafel of niet? Dat je niet makkelijk die gedraging kunt veranderen. En wat je wel kan doen, je zichtbaarheid. De tweede, wat, wat, wat professor Rossom zei, de 80% van voeding... wat je eigenlijk alleen maar verleidt om het te doen, roken. We zijn in de wijk gestop, gestaan met, met uh, Wanda Kanter, uh, de bekende longarts... Uh, longarts uh, ja. Van ons uh, stop, stoppen met verkopen van tabak. Ja. We stonden naast Albertijn en we riepen ook Albertijn om te stoppen. En toen kwam de manager van Albertijn naar buiten. Die zei: Van geweldig dat jullie staan. Ik wil ook mijn handtekening zetten. Alleen niet op de tv willen komen. <laughs> uh, en we hebben heel veel mensen uit de wijk gehad. Die kwamen met hun kinderen. En die rookten. Die, die zeggen: Van er was niemand. 15 of 20 jaar geleden, die tegen mij zei, hey. je moet stoppen met roken. Tegen Fijn deel. dat jullie hier zijn, ik wil nu mijn handtekening zetten. En we hebben in korte tijd 500 handtekeningen verzameld ja. uh, tegen stoppen met roken in de, in de achterstandswijken. Ja. En in die industrie zit ook met die tabakspunten meestal achterstandswijken. Waar de plekken waar ook één risico hoger is, maar ook de ellende groter, is dat mensen bijvoorbeeld gaan roken, maar dat ze ook dan heel moeilijk is om te stoppen. En daar zitten ze om alles te verkopen. Ja. Armoede is slecht voor je gezondheid. Hè? Zeker. Um, komen de mensen eigenlijk op tijd bij jullie in de spreekkamer? Nee, nee, te laat. Um, ik, ik, ik ben nu in Leerdam. Ik werk nu ook uh, in Leerdam met mijn vrouw samen. Ze weet een achterstandswijk daar ook. Um, er is echt een, een, een groep mensen. Uh, uit een bepaalde um, laagende bevolking. Maar daar is bekend dat zij gewoon te laat komen. Ze komen letterlijk te laat. Uh, en, en dus wanneer zij komen, nemen, we nemen alle patiënten serieus. Maar ze zijn wel toch echt een schifting. En dat er, bij de, net als bij de vrouw, maar ook met mensen met uh, bepaalde waarden risico hoger is, neem het serieus. Want al die vage klachten, daar kan achter iets zitten. Natuurlijk niet iedereen hoeft een geavanceerd onderzoek te gaan doen, maar probeer het sneller. Uh, te, te filteren, hoe kan ik die mensen die een hoger risico hebben, die eruit halen. Ja. En daar, daar is een, ja, het, wij hebben druk als huisartsen, dat klopt, maar als ik hoor dat er maar tien mensen komen, dan kunnen wij wel aan. Het wordt anders op het moment dat je tegen iedereen gaat zeggen, ga voor een gezonde voeding naar je huisarts. We moeten niet medicaliseren, dat moeten nee. we niet doen, nee. maar wel dingen die bij de bordje van de huisarts horen. Ja, het is druk, maar er we moet wel een tandje bij doen als ze willen dat wij in 2040 met z'n allen misschien een stap maken naar een gezonde generatie. Hoe staan jullie tegenover zo'n leefstijl? de hele leefstijl mantra die steeds wordt gezegd van verander je leefstijl en daar word ik zelf altijd een beetje moe van ja maar het is natuurlijk heel effectief als je hè, ja, maar dus doen de, mensen het, ja, het is makkelijk je, gezegd hè faciliteren ja, aan de andere kant ja. mensen zijn ook gewoon um, um, ja bijvoorbeeld als dingen routine zijn dus als sport een routine is ja dan dan en het zit in je systeem dan dan gaan mensen dat ja, natuurlijk het, wel doen maar het, het moeilijke is de, het, 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 het moet structureel Precies, zijn ja. en, en, en niet kortdurend. Nee, klopt. En ook faciliteren, zeker in de wijken waar het niet kan, dan kun je gewoon daar gaan faciliteren. Uh, en natuurlijk kun je zeggen met zijn inkomengelijkheid. En ja, dus een groter probleem hebben wij dat. Ja, er inderdaad een groter probleem met op te lossen. Uh, maar wanneer je het, het als het één keer doet als een project, dan gaat het niet helpen. Nee. Dus je moet het faciliteren, dat mensen het vaker gaan doen. En ook uh, ervoor, uh, wij, wij hebben als, als artsen, denk ik, heel lange tijd. Preventie als een soort iets gezien van zweverig. Het hoort niet bij ons. Ja, maar we hebben het heel lange tijd, ja, niet. eigenlijk ja. Ja, werd best wel gekleineerd, ge moet ik zeggen. Maar op maar dat is juist niet. En preventie is een hele belangrijke deel van ons vak. En dan en moet je zorgen dat kinderen, ook als er geen geld is thuis, op, naar in sport kunnen en Ja, zo. zeker. Je moet dat. En mijn, onder onze artsen teken. eet ligt, het tweede lid van de eet staat, ik zal voor de zieken zorgen en ik zal de gezondheid bevorderen. Staat en in dat de heeft iemand. Dat staat in de eet. En dat zeggen wij als wanneer artsen worden. Dus die, dat stukje gaat echt een handen aan samen. Het mooiste is als mijn patiënten naar mij toe komen over een jaar of twintig, dat ze met mij gaan praten over hoe gezond te leven. Over hoe zij van hun gezondheid gebruik kunnen maken. Mijn pensioenfonds heeft inderdaad ook een hele hoge leeftijd, maar dat heeft waarschijnlijk mijn moeder misschien niet, want die werkt ook in. in, in, in uh uh, in ouderzorg En waar ze ook niet goed rondkomt vanwege pensioen gehad... dan gaat ze langer werken. Maar dus ik weet haar, ik zie haar aftakelen... en dat is, dat is wel waarschijnlijk... Al, we allemaal zo'n iemand in onze familie... Uh, uh, en terwijl we zelf een andere inkomensklasse hebben... en kom je dus een, even een hogere pensioenleeftijd... preen wanneer je doodgaat. Dus ja. zo dichtbij kan het komen. Ja. Ja. Ik moet dat ik toch eens opzoeken... want die mannen die weten dat allemaal... Ja. die pensioenleeftijd... Ja, en oud oude projecties zijn, maar... Uh... Je ja, hebt een mannenhart, dat scheelt... <laughs> ja. Zeg, luister eens even tot slot. We leven wel ik... korter, hè? Ja, dat is waar. Dus daarom moeten wij goed op. Uh, We zuinig op ons uh, levensjaar. Ja. Zeg, meneer Zana, um, ik zag. Er is ook zo'n leefstijlprogramma. En dat klikte ik eens aan. En toen stond er dat je wel Nederlands moest spreken als je eraan mee wou doen. Het heeft over Gli waarschijnlijk gecombineerde leefstand Ja. En ja. ja. dan dat denk is... ik, wat, wat is dat voor voorwaarden? Ja, dus inderdaad heel, dus, dat, dat is ook een van de problemen met die, die gezondheidskloof. We, uh, we maken wel een soort one size fits all programma. Waarbij wordt gezegd. One okay, size okay, fits all, als je ja, maar Nederlands ja, spreekt. Precies, size, ja, ja. ja, precies. En dan, dan kom maar, wij, je gaat dat, dan is voor iedereen. Maar terwijl de mensen op wie je gaat doelen, zo'n dus groot deel van die mensen, die kunnen dus ook moeilijk met de app omgaan. Ja, natuurlijk. En, en wij, ik doe ook een onderzoek en waarbij de huisarts hadden gezegd dat collega's, ja, maar de mensen met uh, migratieachtergrond of mensen met, uh, met LVB, die kunnen dus ook niet met apps omgaan. Dus dat kan je wel goed omgaan als je ze goed begeleidt. Ze hebben een paar begeleiding extra nodig en dan kan dat wel. Maar Galie heb ik wel begrepen dat zij ook bezig zijn om andere modules te misschien de komende jaren te maken, mm. waar, andere, waar mensen met, die met moeite hebben met taal, dat ze ook mee kunnen doen. Oké, okay. ik wens jullie allebei heel veel succes met het werk. Dankjewel. Dank wel. Ik ga praten met Jeroen Bakkers. We gaan het over een heel grappig onderwerp hebben. Ja, moet ook kunnen hier. Bij een hartinfarct sterven miljoenen hartspiercellen af. De wauw zo zenuwacht van dit zinnetje. Ja. Die schade kan het hart niet zelf herstellen. Maar er zijn nog geen behandelingen die die afgestorven cellen. Uh, bijvoorbeeld uit een 3D-printer kunnen halen. En dan, Dat kan niet, hè? Maar. Er is een zebravisje en die kan dat wel. Kijk, is dat het zebravisje? Ja, dat is het, uh, dat is het volwassen zebravisje. Vertel alles over dit visje. Ja, dit is een uh, volwassen vis of een aantal volwassen vissen. Ze zijn niet zo heel erg groot. Mensen kennen ze wel, denk ik. Uh, zitten bij veel mensen in het aquarium. En die hebben een unieke eigenschap dat ze hun hart kunnen regenereren... Na schade. En dat is natuurlijk iets wat, uh, wat wij niet kunnen. Zoals maar een salamander zijn staart kan laten aangroeien. Zoals kan... een salamander zijn staart kan laten aangroeien, kan deze vis. En hier uh, zien we een klein visje met, uh, met bloedvaten die groen oplichten. Uh, het is ook helemaal doorzichtig. Hè? Helemaal doorzichtig zijn, uh, inderdaad. Daarom worden ze ook ontzettend veel ja. gebruikt in het, uh, in het, uh, in het onderzoek. En dan zou je toch denken: ja, we zitten hier uh, bij de Hartstichting. Uh, we zitten hier niet met. Hoe heet, die, hoe heet die man ook weer, die vreselijke man? Freek Vonk. Mm. Freek Vonk. <laughs> ik, zit, ik zit hier dus niet met zet. Freek Vonk. Dus why over vissen. Maar deze Freek Vonk is hoogleraar. Hij is ook alweer een professor. Moleculaire cardiogenetica bij het UMC Utrecht. En u bent onderzoeksleider bij iets wat het Hubrecht Instituut heet. Nooit van gehoord. Maar u onderzoekt naar hoe kan het menselijk hart schade herstellen. En toen uh, kreeg u opeens uh, contact met dit visje. Hoe ging dat? Ja, hoe ging. Nou, ik uh, werk al langer Wij met dit. Waar hebben het, uh, jullie elkaar <laughs> ontmoet? <laughs> Lang geleden in Boston <laughs> we hebben we elkaar uh, ontmoet. Uh, dit visje wordt al heel veel gebruikt in het onderzoek omdat het dus een doorzichtig visje is. Je kunt alle organen zien. Uh, en het ontwikkelt zich heel erg snel. van een eicel naar een, uh, naar, een, naar, een, naar een diertje. Maar daarnaast heeft deze vis dus die unieke eigenschap. dat hartschade. Hersteld wordt in deze vis. En uh, zoals, uh, zoals je net al zei, bij een hartinfarct sterven uh, miljoenen cellen. Uh, en die cellen worden niet meer aangemaakt. Hè. We, we, we moeten je voorstellen dat. Het hart wordt steeds zwakker. Het wordt slechter. steeds kleiner. Nou, niet kleiner, maar minder cellen komen erin. Kijk, we worden geboren met een aantal hartspiercellen. En daar moeten we het mee doen. En als die cellen uh, tijdens ons leven. Uh, door een hartinfarct bijvoorbeeld afsterven, dan komen die niet meer terug. En deze vis, en de salamander dus ook, die kan het ook, die heeft de uh, unieke eigenschap dat die hartspiercellen opnieuw kunnen gaan delen als er schade optreedt. Dus je, kunt, je kan zelf nieuwe hartspiercellen aanmaken door deling. En dat is hoe hoe is dat ontdekt? Ja, dat is begonnen met die salamander. Uh, met die staart? Met die staart. Want uh, men dacht, nou, als je dus een staart uh, terug kan groeien, dan kan dat misschien ook wel met andere organen of met andere weefsels. En zo is men gaan kijken naar het hart. En inderdaad, uh, dat is in uh, 1960 ongeveer rond die tijd, heeft men gevonden, als dat hart beschadigd raakt van een salamander, dan groeit dat ook weer aan, net als die staart. En later is die vis uh, eigenlijk op het toneel gekomen, want die werd veel beter, uh, veel meer gebruikt in het onderzoek. En uh, toen heeft een slimme onderzoeker, 20 jaar geleden, heeft datzelfde experiment gedaan in een zebravis. En gezien, inderdaad, die zebravis kan dit ook. Die kan dat hele hart opnieuw aanmaken, doordat die hartspiercellen opnieuw gaan delen. Um, ja, dat is natuurlijk uniek en dat, dat, dus dat die willen wordt, we onderzoeken. Dus uh, die wordt uh, duizend jaar oud, die vis? Nee, niet? helaas nee Voor de o, vis niet. Nee, ze worden niet duizend jaar uh, oud, maar, maar uh, ze sterven niet stelt... aan een hartinfarct. Uh. Ze, sterven, ze sterven gewoon aan iets anders. Ze sterven aan iets anders, Ouder, ja. ouderdom. En, en waar richt jullie onderzoek zich nou precies op? Ja, ons onderzoek richt zich specifiek op het begrijpen hoe een zebravis dit doet. Ja. Hoe kan een hart zich nu helemaal herstellen na die schade? Uh, met het idee uh, dat we dat later op een of andere manier toe kunnen passen. Uh, en, het, en het menselijke hart kunnen laten regenereren. Dus zelfs een, herstellen kunnen, zelfs een schade kunnen laten herstellen. En, um, nou ja, dus zoals ik al zeg. Uh, de, we weten nu wel dat die vis dat doet. doordat die hartspiercellen opnieuw kunnen gaan delen. Die krijgen een trigger eigenlijk. en die cellen gaan delen totdat er voldoende hartspiercellen zijn. Um, uh, om het hart weer uh, zijn, zijn normale grootte en vorm te laten krijgen, zijn normale functie te laten krijgen. Dus dat proberen we ten eerste te begrijpen, hoe dat natuurlijke proces van hartregeneratie werkt, om daarvan te leren en dat toe te kunnen passen uiteindelijk in een soort therapie uh, bij de mens. Ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen bij zo'n onderzoek. Ik, uh, zitten jullie dan met die visjes en die hartjes en uh, hoe... hoe hoe is jullie werkinstrumentarium? Uh, ja, <laughs> ik zou zeggen, kom een keer langs, kom een ja, keer kijken. Dit is de categorie domme vragen, hè? Ja, we zitten dus de hele dag uh, inderdaad uh, met deze visjes te werken, om te kijken onder de microscoop, vooral te kijken hoe werkt dit, wat voor processen vinden hier plaats, wat voor genen zijn hierbij betrokken, want daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Um, en ja, kunnen we die vinden en ja, kunnen we begrijpen hoe het werkt? En zijn jullie al een eindje op weg? Ja, we zijn al een heel eind op weg. Uh, uh, oh. we, ja, we, we weten nu ook wel uh, wat de schakelaar is om die celdeling aan te zetten. Uh, we hebben ook een schakelaar gevonden om het weer uit te zetten. Maar, maar waarom natuurlijk... zou je het uitzetten? Nou ja, je wil natuurlijk niet dat die celdeling alles maar doorgaat. Kijk, die... Want dan heet het kanker. Dan heet het kanker, inderdaad. Ah. Ja, ja. Dus er moet geen tumor gevormd worden in het hart. Het hart moet ook weer net zo groot worden. Als dat het was. Het moet stoppen, uh, die moet stoppen. steldeling. Het moet uiteindelijk stoppen. Dus die schakelaar om het aan te zetten die is belangrijk. Maar die schakelaar om het uit te zetten is net zo belangrijk eigenlijk. Even de hamvraag, zoals dat heet. Ik ga nu niet uitleggen waarom het hamvraag heet. Dat is wel mijn lievelingsanecdote. Maar goed, <laughs> de hamvraag: hebben wij dat uh, instrumentje? Hebben wij die mogelijkheid? Uh, ja, dat hebben wij. Okay. We ja. hebben die schakelaar. Uh, sterker nog, uh, wij kunnen ons hart ook regenereren. Alleen kunnen we dat uh, als we heel erg jong zijn. En dan hebben we er niet zoveel aan. Dus voor de geboorte, net na de geboorte, kan ons hart dit ook. Maar dit, f, ja, dit, die capaciteit die verdwijnt eigenlijk als we ouder worden. En dan hebben we het eigenlijk het hardste nodig. Na de nodig. geboorte verdwijnt het dan? Na de geboorte verdwijnt dit. Ik zou zeggen onderzoeken. Meteen. Ja, precies. Ja, dus, Ga uh, naar huis gaan onderzoeken. Hoe kunnen we dat weer aanzetten? Dat, ja. is, de, dat is de hamvraag. Uh, ja. Want hoe, hoe raken we het kwijt dan? Ja, dat is een goede vraag. Hoe is altijd een moeilijke vraag in de biologie? Die proberen we eigenlijk nooit uh, te stellen. Daar zijn meer. jullie altijd mee bezig. natuurlijk. Ja. <laughs> dus we proberen vooral te begrijpen wat er gebeurt. En, 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 en kunnen we die schakelaar weer terugvinden? En kunnen we dus hem we hebben aanzetten. hem ooit gehad na de bevruchting? Ja, de schakelaar is er, maar hij wordt uitgezet. Het hele systeem wordt uitgezet. Waarschijnlijk uh, ten behoeve van de oh, functie. Huilen. Van het ja, ja, ja. En uh, nu is dus we moeten hem weer aan kunnen zetten, maar we moeten het ook uit kunnen zetten. Ja, we zoeken naar een gentherapie eigenlijk uh, om het aan te kunnen zetten. Dus we zoeken naar uh, de juiste schakelaar, het juiste gen, om dat met behulp van, van een virus of een RNA-vaccin uh, te kunnen injecteren in het hart, zodat die schakelaar er wel weer is op het goede moment en we die steldeling weer aan kunnen zetten. En, en um, is er een, moet dat dan via een injectie of een... Vaccinatie of wat? Ja, ja, we zoeken dus inderdaad naar manieren om een soort gentherapie te kunnen bieden aan het hart. Dus dan zou moet je denken aan een injectie in een hartspiercel. Nou, we hebben net corona gehad. Heb je daar niet veel ja, plezier van? Ja, nee, nou, daar hebben we heel veel plezier van. Want al die, al die ideeën en al die technologie die daarvoor ontwikkeld is, die kan in principe ingezet worden voor dit soort ah. onderzoek en dit soort werk. Uh, dus daar hebben we heel veel in van geleerd. Wuhan, in Wuhan kunnen jullie nog wat halen? Nou ja, ik denk dat Pfizer en Moderna hier nog heel veel geld aan kunnen verdienen uh, als ze oh, ja. nog verder uitwerken. Uh, ja. uit, uit maar dat, dat, dat zijn wel technologieën die hiervoor belangrijk zijn. Van hoe dien je toe? Hoe, hoe breng je die schakelaar terug in het hart? En een virus is niet zo heel erg prettig. Maar een, een RNA-vaccin is natuurlijk een stuk veiliger. En beter om dat, uh, om dat te doen. Maar het zou natuurlijk een gigantische doel. Alle cardiologen worden werkeloos dan, toch? <laughs> ja, dat, maar ja, dat is ook. Als dus, we dit hebben. Nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk geen preventie. Het is nog steeds een interventie. Want men moet ja. e hè, men je krijgt moet eerst een hartinfarct. Je moet eerst een hartinfarct hebben. Ja. Precies, dus het is echt wel iets. Oh, dus, uh, er is nog werk genoeg. Dus dus maak werk voor de jullie geen zorgen. <laughs> Maar goed, als je dat hartinfarct hebt gehad, zou, en je hebt die schakelaars allemaal uh, gevonden, is er een termijn? Is er iets van uh, het licht aan het eind van deze tunnel? Ja, ja dat is natuurlijk altijd een ja, belangrijke tuurlijk. vraag. Hoe lang gaat dit duren? Uh, als onderzoeker een denk ik. Dit is een talkshow, hè? Ja, Dan precies, je tien precies. We moeten het opgelost hebben. Ik ben optimistisch, maar ik zie ook uh, wel de gele Er zijn nog best wel. Veel vragen die opgelost moeten worden. Dus uh, je, je, um, je moet toch altijd denken in periodes van vijf jaar. Uh, het zal zeker nog één of twee van die periodes duren. voordat we al die vragen opgelost hebben. van hoe, hoe, okay. hoe zetten we het netjes aan, hoe zetten we het netjes, netjes uit. Uh, maar ik hoop toch wel dat inderdaad uh, vijf of tien jaar. dat we uh, um, nou ja, de eerste klinische test mogelijk uh, gaan nou, zien ervan. Van. Dus ik hoop er nog wel mee te maken. Nou, dat hoop, dat hoop ik ook voor je. Ja. Dank je wel. Graag gedaan. Wij gaan het hebben over uh, kunstharten. En ik ga erover praten met uh, professor, weer een professor, net uit het eigen gekropen, professor Jolanda <laughs> Kluin. En Rogier Veltrop, um, een celbioloog. En um, uh, mag ik Jolanda zeggen? Zeker. Ik had eerst gezegd: ik zeg tegen iedereen u, maar het lukt me gewoon met <laughs> jullie niet, sorry, <laughs> um, hartchirurg. Ben je en hoofd van de thoraxchirurgie in het Erasmus MC. Um, je doet onderzoek naar de ontwik ontwikkeling van een implantbaar hybride hart. Um, Rogier Veldrop is moleculair celbioloog aan, uh, in Maastricht, Maastricht University. Heet dat Maastricht University tegenwoordig? Ja, dat, ja, Oeh, dat heet zo. Niet ja. gewoon universiteit. Ja, hele internationale bedoeling. En um, je bent ook een ervaringsdeskundige op het gebied van harten, want je hebt een donorhart. En uh, je bent daardoor ook betrokken bij de hele ontwikkeling van het hybride hart. Hè? Maar ik zeg nu wel heel makkelijk hybride hart. Het heet ook wel soft robot hart. Kan je iets vertellen daarover? Ja, zeker. Um, nou, de vorige spreker heeft al iets verteld over dat ons eigen hart heel slecht is in het herstel eigenlijk na een hartinfarct bijvoorbeeld. Dus ik ben ook al heel heel wat jaren bezig om te kijken kunnen we niet met cellen in het laboratorium een heel nieuw hart maken van gezonde hartspiercellen. We ja, kunnen ook de vegetarische slagen kan ja, ook alles precies, maken dus ja. Maar dat hoeft niet te kloppen en dat dat is het wezenlijke moeilijke ja, natuurlijk eraan. Is een beetje punt. Ja, ja en. Nou, ik, ik ben vooral zelf bezig geweest met de ontwikkeling van een lichaams-eigen hartklep. Nou, dat is maar een heel klein onderdeeltje van het hart natuurlijk. En dat is al heel erg ingewikkeld. Dus ik denk voordat we een hart kunnen maken in het laboratorium. uit cellen van de patiënt zelf. dat dat nog heel erg lang gaat duren. En toen dacht ik. dan moet er een combinatie mogelijk zijn. En dat is, daar komt het hybride vandaan. Dus. De binnenbekleding, dus alles wat in contact is met het bloed van de patiënt, dat is wel van de patiënt zelf. Dus dat hoeft maar één cellaagje dik te zijn zonder verder een functie van kracht of kloppen van een spier. Maar die spierkracht moet je dus met iets anders maken. En daar gebruiken we zachte robottechnieken voor. Dus het is een combinatie van zachte robot die de pompfunctie, de spierkracht maakt, en de binnenbekleding van de patiënt zelf, cellen van de patiënt zelf. En waar komen die cellen dan vandaan? Ja, dat in principe het liefst uit de bloedbaan. Dus we maken de binnenbekleding zo dat er cellen uit de bloedbaan worden aangetrokken. Die gaan zich daar nestelen, die blijven daar en die vormen een mooi laagje, beschermlaagje. Maar dat robothart dat moet worden geconstrueerd. Ja. Dat moet worden gemaakt. Ja. Hoe kom je op dat idee? Ja, dat, dat kwam eigenlijk door de wetenschapsbijlagen van een krant, een Nederlandse krant, NRC, die ik een jaar of zeven gemiddel, inmiddels denk ik geleden las. Echt, dus die kranten zijn gewoon ja. ergens goed voor. Ja, wow. ja, ja. ja, dat probeer ik mijn de studenten ook altijd bij te brengen. Dat je probeert ook uh, af en toe ruimte vrij in je hoofd in ieder geval te hebben voor, voor hele andere ideeën. Zonder dat je verder gaat in het pad en, en elke dag heel erg hard bezig bent met ja met iets en dat maar maar probeer ook af en toe het leven, iets raars de buitenwereld ja. Ja. ja ja en hoe gekker het idee hoe en wat beter wat was jij dan ik, ik las daar in een interview van een onderzoeker... die net terugkwam uit Boston. Die bleek in Amsterdam te zitten. En die had onderzoek gedaan naar een zachte robot-octopus. Uh, uh, en een plaatje van dat beest, dat stond in een die bijdrage. Een zachte robot-octopus? Moet ja. ik dat even nog niet doorlaat Ja. <laughs> uh, dus dat was een klein robotje. En er zijn inmiddels ook robotvisjes gemaakt. En die kunnen zwemmen of die kunnen zich bewegen... als een echte octopus. Oh, of ja? als een... Uh, ja, ja. En ja... Ik zag eigenlijk alleen het plaatje, ik had het hele interview niet gelezen. En die zag zo die armpjes. En nou ja, met enige fantasie dacht ik: hé, hey, um, misschien kunnen we hier ook een hart van maken. En toen, toen ben ik het eigenlijk pas gaan lezen. En toen bleek die onderzoeker. Toen werkte ik nog in Amsterdam. Bleek die onderzoeker ook in Amsterdam te zitten. Dus ik heb hem gebeld. En dat vind ik ook het mooie van samenwerking met mensen buiten de geneeskunde. Dus mensen met. In mijn geval werk ik heel veel samen met mensen van uh, technische universiteiten dus ik vroeg aan hem ja nou ja, denk je dat je zoiets kan maken en zag de robot harde ja zei de ja het wel oké okay. en dan gaan we nu wat opschrijven en uh, zo hebben we een beurs aanvragen ja robotoren klapperen dus je, je zag een, een is dat speelgoed wat je zag dat robotje dat octopusje ja het, uh, ja ik maar, weet waar, niet wat was wat diende dat voor dat robotje ja dat, dat is het mooie van onderzoekers vaak die fundamenteel onderzoek doen of heel technisch onderzoek die hebben nog helemaal geen toepassing in hun hoofd die onderzoeken bepaalde dingen van als ik dit nou zo en zo val, papier dat is ook bij heel erg bij hun origami technieken, waarom is dan die vijfde val altijd ja, zo? Ja, zeg maar, ja, ja. Zonder ja. Ja. Een, over toepassing na te denken. En dat vind ik ook een van onze taken als, als uh, artsen, om die verbinding juist te leggen. Want er is heel veel mogelijk. Wat, ja. Ja. En wij weten wat er, wat er nodig is, zij weten wat er kan. En juist die verbinding, ja, daar krijg ik in ieder geval heel veel energie van, maar dat, dat vind ik ook belangrijk. Hey, en toen ging je dus naar die collega in het ja. laboratorium en wat jouw vraag was maken een robot ja. een, een een soft hart ja een kunstmatige in, in eerste instantie was de vraag denk je dat dat kan ja. en nou toen hij zei ja ik denk het wel toen zijn we want ja er kwam al aan het begin hè, noemde de, de directeur al No Mission of No Money, No Mission. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor zoiets. Uh, dus toen hebben we een aanvraag geschreven voor uh, Europees geld en die gekregen. Dus dat onderzoek is nu vijf jaar geleden gestart en net afgerond. En uh, nou, we zijn heel blij dat we nu van Nederlands uh, geld ook hebben gekregen om de komende zeven jaar verder te gaan met het onderzoek. En hoe ver is dat onderzoek? We hebben nu net uh, een, want ja, dat onderzoek doen we in eerste instantie in het laboratorium heel erg lang, waarbij je alles uittest. Ja, maar dat, nou ja, je zult begrijpen dat de stap van het laboratorium naar de mens is nogal een grote stap, zeker als het om een kunsthart gaat. Uh, dus daar zit altijd proefdieronderzoek tussen, wat heel gevoelig ligt, en dat begrijp ik ook heel goed. En de, de, de regelgeving, de en ja, toch ja. <laughs> Nou, ja, de regelgeving in Nederland en overal is super streng, en dat is ook goed hè, ja. voor dieronderzoek. Ja. Maar we hebben nu net een dier, het hart in een dier geïmplanteerd. Oh ja? En die, dat is altijd zo met groot proefdieronderzoek. Die mag dan niet meer wakker worden uit de narcose. Dus die heeft een uur zeg maar, op dit hart geleefd. Dus dat is wel... En toen was het einde verhaal voor het dier. Ja, dat was afgesproken. Ja, ja. ja. ja Dat wist dat dier ook. We hebben een goed gesprek <laughs> gehad. En toestemming verkregen, ja. ja. Maar goed, hij heeft een uur geleefd. Ja, ja. maar... ja. Je moet je voorstellen dat dat nog met een open borstbeen is... waar allerlei dingen uit steken. Ja. Dus het is totaal maar het nog... Maar het klopt een uur. Ja. En wat deed dat met jou? Ja, de, nou ja, dat was een fantastische belevenis voor het hele team. We waren daar met heel veel mensen. Ook een chirurg uit Duitsland. Omdat we in Nederland eigenlijk een heel kunsthart niet hebben. Uh, dus die hielp mij mee met de implantatie. En ja, nou ja, dat is een soort feestdag als dat dan natuurlijk lukt. Ja. Hoe luister jij naar dit... Jij ja, hebt een donorhart. Ja, nou, is een En dat is, een dat is een tijdelijke oplossing. Ja. He, je, er hangt ergens een zwaard boven jouw hoofd van, het kan ermee ophouden. Ja. ja, dat klopt. Ik denk dat er... Uh, we hebben al verschillende methodes voor We hebben ze juist ook gehoord dat er mogelijkheid voor toekomstige gentherapie. Je hebt een uh, uh, hybrid hart. Uh, ja. dit, dit is al in een gevorderd stadium. Uh, ja, dat zijn uh, ontwikkelingen waar ik natuurlijk... Uh, op zitten wachten. Wat heb je letterlijk. eigenlijk voor aandoening? Uh, ik heb een aandoening um, uh, aan de celkern en de celkern wordt bij elkaar gehouden door een soort elastiekje ja. en op het moment als daar een, een, een DNA foutje in zit is de krachtoverdracht op die cel, daar zit een uh, probleem en dat heeft bij mij geleid tot uh, meerdere hartstilstanden en uh, meerdere, ja, dus, uh, meer dan een decennium aan problemen. En je en hebt op, ook ja. al op, het randje, op randjes gezweefd ja, ja, met vier keer een hartstilstand en veel medicijnen. En dan de angsten die erbij zitten, de, 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 alle ingrepen die geweest zijn. Dat zijn, dat zijn natuurlijk heftige periodes geweest. Ja. Heeft dat je, ben je altijd cel, celbioloog geweest? Niet altijd. Ik ben niet geboren als celbioloog. Nee. nee, hey. ja. nee Maar toen je, toen je nog een zebrafisje... Ja, toen... Was. Ik, ja, toen. Vanaf die periode, ja. Nee, ik ben, ik ben begonnen in de virologie. Biologie? De, de, in de virologie. Mijn promotieonderzoek was in Amerika aan coronavirussen toen het er nog helemaal niet bekend was. Ach, oh, echt? Ja. Dus je wist eigenlijk al van coronavirussen dat dat eraan zat te komen. Ja, en toen ben ik maar snel naar de celbiologie gegaan. Ja, wegwezen. Ja, weg, 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 wezen. naar de celbiologie. Ja. ja, ja. Maar hoe, en nu ben je verbonden aan het onderzoek. Ja. Bij, hoe is dat dan gegaan? Um, hoe is dat gegaan? Uh, ik denk dat het um, uh, omdat ik ook in het onderzoek zit en ook uh, als een patiënt, patiënt of als... Vanuit mijn eigen werk, mijn eigen onderzoek en uh, het laboratorium Karim in Maastricht. Uh, daar heb ik zelf een onderzoekslijn en als patiënt heb je de ervaring. Dus uiteindelijk kun je op een gegeven moment de wetenschappelijke documenten kun je lezen en benaderen als patiënt. En wat heb je nodig als patiënt en wat is de input als patiënt? En vanuit de Dat he, in het onderzoek. Nou zeker, en dat, dat is ook met dank aan de Hartstichting, die daar enorm goed in faciliteert. Uh, want ook voor, ja, voor dit onderzoek, ook met name, is de, uh, de, de visie van patiënten superbelangrijk. En nou, Roger zelf, behalve een kunsthart, heeft hij, of behalve een transplantatie, had eerst nog een kunsthart, een steunhart gekregen. buiten buitenboordhart bu buiten of niet? Of een binnenboord. Ja, deels. Oh, het is, het is ja. binnenboord, maar de controller en de, 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 de accu Ik die zitten aan de buitenkant. Ik die altijd met ja. zijn schouder. Ja. Ja. Ja, ja, klopt. Ja. En dus hè, wij kunnen als, als onderzoeker of als arts kun je wel dingen bedenken, uh, maar ja, wij zijn nou ja hopelijk niet degene die het moet dragen. Je, je maakt het niet per se voor ons natuurlijk, maar dus daarom is super belangrijk. En we hebben al ook door de Hartstichting gefaciteerd meerdere patiëntengroepen gehad om te vragen met 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 Ervaringsdeskundige, en dan hoor je dingen als het geluid van zo'n steun. Dat is belangrijk dat dat niet te veel, dingen waar je niet primair aan denkt, zeg maar. Dus ik denk dat dat uh, heel erg belangrijk is dat mensen zoals Roger, ja, ook meedoen als patiënt of patiëntvertegenwoordiger aan dit soort onderzoek. Ja. En um, in hoeverre ben jij nu betrokken bij dit onderzoek? Hoe, hoe kijk je daar tegenaan, dat ik het zo vraag? Nou, we hebben meerdere contactmomenten per jaar. Uh, daarin wordt er een, een update gegeven. Hoe ver zijn we met het onderzoek? En dan worden er gewoon hele uh, terechte vragen gesteld: van oké, okay, maar hoe heb je dit ervaren toen je bijvoorbeeld een, een, zo'n zo steunhart hebt gehad? En wat waren de limitaties? En uh, het geluid is één ding, uh, dat hoor je ook nog wel eens bij mechanische kleppen. Dan hoor je ook dat, dat mensen daar een focus op hebben. Maar uh, ook het idee van: oké, okay, als je accu's hebt. Uh, met de, want je draait, uh, het steunhart draait op elektriciteit. Dus hoe heb je dat ervaren? En is dat ook weer iets wat uh, verbeterd kan worden in het uh, hybride hart? Dus er wordt heel veel input gevraagd van hoe heb je dingen ervaren uit het verleden? En hoe kunnen we dat toepassen bij dit project? Maar ben je ook als wetenschapper betrokken? Want dit zou een welbespraakt uh, patiënt ook kunnen doen. Maar je bent ook wetenschapper. Je kunt, je kunt meedenken en je kunt vanuit de, de, de onderzoeksvoorstellen die geschreven worden... bijvoorbeeld over de bekleding van het hart of de, de, de route vanuit bloed naar een, een hartcel... Dat die, die materie begrijp je omdat ik daar zelf ook aan werk. Ja. Dus, en daarin kun je ond, ook ondersteunen. En ik denk dat de gemiddelde patiënt daar natuurlijk op houdt qua kennis. Uh, omdat je in een ander vakgebied zit. En omdat dit mijn vakgebied ook is in de ja. moleculaire cardiologie... Ja. is dat natuurlijk een, uh, een, een toevoeging. Want jij bent... Neem ik aan, hoor, door jouw eigen situatie, ook van het corona overgegaan naar het hart. Hè? Ja, ja, goed. Ja. Ik had helaas tijd genoeg om veel te lezen, waarin je erachter komt hoe weinig, dat beschik uh, hoe weinig informatie o, ja? beschikbaar is over hartfalen. Oh ja? ja? Ja, dus ik heb daar ook een, uh, daarna ook een patiëntenorganisatie begonnen. Ik ben ook, uh, dus je, je probeert elke keer de wetenschap, de kliniek en de patiënt te, ja. uh, een driehoek te creëren om, om patiënten te informeren. Oh. En vanuit die rol. Probeer ik ook maar een steentje bij te dragen in, uh, in de project. Een, 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 een van de vele sleutelfiguren in deze hele ontwikkeling natuurlijk. Okay. En hoe, hoe luister jij, of hoe ervaar jij nou? Het is een beetje ook een hele dom vraag. Uh, oh, als ik hem stel hoor ik het al. Hoe ervaar jij nou de ontwikkeling en het onderzoek naar zo'n soft robothart? Nou, ik denk het beste woord is hoopvol. Ik denk dat het echt uh, heel, heel hoopvol is, omdat je heel veel projecten. Uh, meekrijgt uh, vanuit, vanuit gewoon samenwerking die, die, die je binnen het vakgebied hebt. Je hoort wat er, wat er ontwikkeld wordt met, uh, uh, met nieuwe uh, pacemakers, met ICD's, met steunharten, met, uh, met gentherapieën. En uh, er zijn ook heel veel fundamentele projecten waarin dat er bekeken wordt hoe de ziekte zelf ontwikkelt. En, maar dat staat nog zo ver af van, van de patiënt. Dus ik denk dat um, uh, nu dat er dus proefdieronderzoek gedaan is en, en dat de resultaten ook heel hoopvol zijn... Uh, begint het... Ja, dat, we zitten in een, uh, een afronde fase. Maar afronde fase duurt natuurlijk nog jaren. Ja, maar we, we zitten echt, in, met, een, echt? Uh, met een reële horizon. Dus dat is uh, maar hoopvol. Rogier heeft die jaren misschien niet meer. Dus kunnen jullie een beetje opschieten? <laughs> <laughs> nou, de gemiddelde overleving na een harttransplantatie is gelukkig. Uh, Goed, dus ik hoop dat hij dat allemaal nog uh, meegaat maken. Ja. Uh, ja, hij ziet er kerngezond uit, niet? Ja, ja. zeker. Ja. ja, die gaat nog heel oud worden oh, ja. <laughs> Als we op passen. Ja, uh, 89 hoor. <laughs> ja. ja, ja. Mag ik jullie ontzettend veel succes wensen en heel erg bedanken voor jullie komst hier. Dankjewel. Dank wel. Ja... Kijk, nu krijgen we de ster van het bal met niks. Waar is dat rode nou? Dat ene kleine piep. Ja, ja nee. Dat, uh, Gaan we volgend jaar anders doen, hè? Op de Red Dress van. Day. <laughs> ja, Hans en ik kennen elkaar al lang, omdat we bij een heel raar programma samen hebben gewerkt. Dat heet de Middageditie. Heeft iemand ooit van Middageditie gehoord? Ik geloof dat nooit iemand gekeken <laughs> heeft ook, maar het was op de televisie. En wij zijn daar grote vrienden geworden. En nu, Hans, omdat jij mij belde en zei, kan je, kan je, uh, ons, uh, kan je dit doen? Um, heb ik me verdiept in, in deze materie, enigszins, want veel tijd had ik niet. Ja. En dacht ik opeens, god, die hartstichting. Ik wist wel dat je hier werkte en dat je het enorm naar je zin had. Maar hoe belangrijk het was wist ik eigenlijk niet. Nee. Wat is het belang eigenlijk van de hartstichting? Nou, eigenlijk is het kortste antwoord de licht in de gesprekken die je net hebt gevoerd. Ja. Want um, jij, jij, jij verzuchtte halfweg gesprek met uh, uh, met uh, Lisbeth Van Rossum en ook andere van de leeftijd. Ja, we weten het nu. Nee. Er is nog ja, heel weet, veel, heel weten en, weten, is weten, en weten. Er is nog heel veel onwetendheid. En even om de, voor, voor, voor wat betreft dat spoortje is het uh, dat zit ook in de politiek. Dus de rol van de Hartstichting wordt ook veel groter in wat ook beoogd werd om. Dat je, laten we zeggen, tegen jezelf moet zeggen: neem die trap, neem die wortel. Dat is voor, dat was ook het verhaal van u, dat is voor heel veel mensen heel ingewikkeld. En heel vervelend. Een heel vervelend ook. Volgens ja, mij stond dat vanochtend ook in de Volkskrant. Neem die wortel, het, ik bedoel. Het, dus wij moeten ervoor zorgen dat die omgevingsvariabelen, de omgevingen, die moet, ja. die moet veranderen. En daar speelt de hartstichting toeneemt een cruciale rol in. En niet alleen maar daarover te mutsen en te, te, te zeuren, maar op basis van het onderzoek. Wat, wat mensen zoals Ross en met de huisarts ja, doen. Want ja. meten is weten dat je aantoonbaar kunt zeggen. Uh, uh, dit moet veranderen. Zo zijn we nu bezig met een aantal collega's binnen de hartstichting. Om ervoor te zorgen dat zaken als beweging, hartgezondheid, dat dat in verkiezingsprogramma's komt, dan zou je zeggen, het staat er toch wel in. Nee. Ja, mooie woorden. En zo kom je eigenlijk ook op wat, wat Robert zei. Er zijn notities, vellen vol, pagina's vol, zalen vol gesproken hoe het eigenlijk zou moeten. Ja. En dan gaat iedereen weer naar huis en dan hebben we ons ding weer gedaan en dan kunnen we weer tevreden met ons. Uh, en dan voel je je alleen maar schuldig dat je het allemaal niet doet. Dus niet doet. Maar, en daarom, met dank ook aan, uh, uh, aan Robert Tieleman. Gaan we naar de wijken toe? Ja. Je kunt er eindeloos praten, maar het blijkt als je naar de wijken toe gaat: ja. één, wat eruit blijkt dat mensen het eigenlijk wel waarderen. Ja. Dat er een wereld te winnen is om mensen te informeren. Ja. Want dan weet je ook dat je een relevante rol speelt om ervoor te zorgen dat de mensen die echte zorg nodig hebben, dat daar die ruimte ook voor is. Mm -hmm. En waar de hartstikke mee is begonnen en wat ze. Uh, de, waar, waar de kracht in zit en waar ook in, in de organisatie veel expertise in zit... is het ondersteunen van onderzoeken uh, waar we het, zoals het met de kunsthouder. Want we het jullie, jullie hebben gewoon ook een pot met geld... en die wordt opgehaald bij mensen, neem ik aan. Ja, en daarom begon ik daarover. Daarom zijn gesprekken als deze ook zo belangrijk... omdat wij hem wel moeten vertellen om te laten zien wat er gebeurt. Ja. Want de, de, toen ik... Um, uh, uh, werd benoemd bij de hartstichting. Dus toen zei mijn moeder... ja, ik geloof dat ik ook nog... jaarlijks een tientje of 25 euro... of iets. Maar die tijden straks voorbij. Mensen van nu zijn bereid te doneren. Maar dan moeten ze wel weten... waar is het voor? Ja. Wat levert het op? Ja. Waar gaat het naartoe? Wat is jullie rol precies? En dus zoals het, het verhaal van het hybrid hart... we hadden uh, afgelopen woensdag... Was dat afgelopen woensdag? Hadden we dat een... je mij belde of ik dit nee, wilde doen, het, ja. Ja precies, oh. nou, dat was het vlak daarvoor. Was Er een grote kitesurftocht, geloof het of niet. In, in, een van mijn collega's heeft een enorme kitesurftocht bedacht. Zelf ook een kitesurfer. En uh, daarvan is de opbrengst gegaan voor een belangrijk deel... Na dit onderzoek. Perfect, en wat ja. blijkt dan? Dat, dat die kiteservers die komen uit Australië, komen hier vandaan, daar vandaan. Op het moment dat je weet waar je het voor doet, ja. dat stimuleert. Ja. En daarom vinden we het vertellen van dit soort verhalen zo belangrijk. Ik vond dit nogal exciting, eerlijk gezegd. Ja. Ik had het helemaal niet van tevoren bedacht. Heb je even, er zijn, zo kunnen wij. Echt? Echt... Ik vond dit zo ja. een hele leuke ja. talkshow. Om bij te zitten gewoon. Ja. Denk, wat gebeurt er vele? Wat de leuke dingen gebeuren? Ja. Wat de leuke mensen ook allemaal. Maar goed, dit zijn ja. Hey, Maar ik ken jou. Jij hebt altijd to-do-lists. Ja. He, want je wil wel alles. Dus je bent een gretig type. Maar je hebt ook altijd prioriteiten. Ja. Wat staat nou bovenaan jouw to-do-list qua hartstichting? Dat is. Uh, er zijn een paar dingen. Uh, ik noem er drie even voor, voor, even voor het gemak, dat, waar, we, waar we in het begin van het gesprek over ging dat, dat het begrip als hartgezondheid, dat dat deel uit gaat maken, het besef daarvan in onze taal. Dus ik heb, jij, jij kent een klein beetje, dus ik heb, uh, hartgezondheid staat over een x-aantal jaren in de dikke vandalen. Dan is dat een heel gewoon begrip. Dan is ons hart nog niet gezond. Hoor. Nee, maar dan je moet dus weten wat, wat ook uit de verhalen blijkt, wat er, de wereld die dus te winnen is op het moment dat je mensen dingen uitlegt dat het van belang is ja. om je te meten, dat het van belang. En natuurlijk zijn er, want die strijd is er nu, want jij ja, refereerde er terecht aan, dat huisartsen zeggen: alsjeblieft bespaar me dit. En toch is het ook in de cardiologiewereld, in de medische wereld... wat ook werd gezegd, de artsen van tot, tot, maar, toch maar tot voor kort... was een arts die hielp iemand omdat er een probleem was. Maar ook de orde van medische specialisten... daar ontstaat het begrip preventie. Wij moeten ook onze bijdrage leveren aan die voorkant. Nou, dat is één van die prioriteiten. Dat is één. Een tweede is, wat, wat ik ook niet wist... maar waar, wat ook in dit gesprek ter sprake kwam... is dat we met dank aan de medische wetenschap veel ouder worden... Maar hart- en waardproblematiek, dat, dat is niet iets wat bij het leven hoort. Ik vind het nog eigenlijk, dat is toch heel, heel raar dat, dat. terwijl we zoveel weten. dat jij zelf een voorbeeld bent van iemand die een hartinfarct heeft gehad. zonder dat de huisarts precies wist. jij wist het niet precies. Nou, over een paar prioriteiten gesproken. En als derde is dat. we hebben, hebben in Nederland een waanzinnig goede gezondheidszorg. maar de, de zaken die wij vanmiddag bespraken. Die kunnen niet zonder de hulp van donateurs. Dus dat betekent, en er zijn ook vandaag een aantal bedrijven, en er zijn collega's die dat programma heet Hart voor de zaak, die proberen bedrijven te interesseren. We hebben met z'n allen een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan. En dan moeten wij zorgen dat die euro's die worden gegeven, en dat die goed er worden besteed. We hebben er ook een belang bij. Ja, namelijk. het is wel begrepen eigenbelang. Wat ja, dat het is wel begrepen eigenbelang. Ja, ja. ja. En uh, verder hoorde ik iets van een documentaire of een ja. vondst of een iets ja. iets Nou ja, dat nou nee, niet helemaal. Okay. Dat is laten we zeggen combinatie. Want we, 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 we hebben collega's in huis die jaren geleden op het idee kwamen, samen met, met cardiologen, met artsen. Als je een hartstilstand krijgt, uh, dan heb je dan tot voor kort heb ik me laten vertellen dat vijftien jaar geleden als je een hartstilstand op straat krijgt. dan dan was je gezien. En in de afgelopen jaren is een, is een heel fijnmazig systeem ontwikkeld dat met de, de AED's, die hangen links en rechts en overal. Met dank aan, aan alle mensen die bij de hart van, van ver voor mijn tijd. Met aan de hand van donateurs. Ze hebben bedrijven bijgedragen. Dat wij nu een heel fijnmazig systeem hebben. Als je op straat, Arendt Mostert, een, een cardioloog, vertelde mij, toen hadden we het over de stad Groningen. Dus ja, op de grote markt, 15 jaar geleden, was je dood, ging je dood. En nu, door zijn AED... ben je als een soeien donder. zit je in het systeem, moet je nog naar het ziekenhuis, en zit je s'avonds aan de eettafel... Ja, ik heb, een wat, ik heb een nare middag gehad, maar het gaat goed met me. Hm. Wat een verschil in ja. 15 jaar. Ja. En nu het volgende. Uit datzelfde team van Marianne zijn er een aantal collega's: ja, dat is mooi, maar dat zijn hartstilstanden uh, met getuigen. Maar de, de moeder van mijn eigen lief, die is overleden op de, zittend op de rand van het bed. Alleen als je dan een hartstilstand krijgt, wie is dan in de buurt? Zijn er dan getuigen bij? In haar geval niet. Dat zijn in Nederland, en ik hoop dat ik de cijfers goed zeg, ook ongeveer 7000 mensen per jaar. Daar moet ook wat aan te doen zijn. Dus vervolgens is samen met. Uh, met verschillende consortia, clubs van mensen die dingen bedenken. Van kunnen wij niet iets bedenken. Bij een, voor een hartstilstand zonder getuige? Nou, wij leven in de tijd van, van, uh, van horloges, et cetera, van wearables, van dingen die je kunt dragen. En vervolgens um, is, is er een project uitgeschreven door de Hartstichting. naar twee groepen onderzoekers. Ook wel, dat is wel spannend daaraan. Begeven, we ondersteunen jullie. Om te kijken of je niet zo'n wearable kunt bedenken. En we willen ook dat er een beetje druk op de ketel staat. Dus um, uh, jullie krijgen beide een, een ik zeg het in mijn woorden, een startsubsidie. Uh, en zorgen ervoor dat het gaat werken. Er zijn, dat zijn twee groepen, we, we, een, twee consortia, die hebben die handschoen opgepakt: en eentje in Nijmegen en eentje uh, uh, bij het onderdeel Parbleu van de Radboud. En in Philips aan de. Technische hoogschool. En die zijn daar nu vol mee bezig. Um, toen sprak ik met een, uh, uh, met een programmamaker. En die zei: Van, Goh, maar dit, is, dit is ook weer zo'n. Ja, te citeer. Exciting verhaal. Als ja. het lukt. Ja. Moet je dat niet vastleggen? Ja, natuurlijk. Dus vandaar dat wij. Met, die, met de collega's intern. Want daar zitten natuurlijk allemaal voorwaarden. daar is allemaal ingewikkeld. Ja. Maar wij volgen. Deze beide consortia, die misschien samen wel één worden. Op Made the Best Win, kan ook nog. Maar er wordt achter de schermen enorm gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. En dat volgen wij. En die documentaire ga jij hopelijk zo snel als mogelijk op een ITFA-documentaire-festival zien. of op de Nederlandse televisie. Maar wanneer krijg ik die watch? Die, die, ja, de documentaire is allemaal prima. Hartstikke ja. leuk. Ja. Maar ik ja. wil zo'n horloge ja. voor mijn hartstilstand. Ja. Ik, ik bedoel, er zit een stappenteller op mijn horloge. Ja. Waarom kan er niet een uh, hartmeter? Nou, er zijn, nu, er zijn nu horloges die kunnen van alles en nog wat meten. Ja, ze meten mijn hartslag. Ja, ja. maar het grote verschil zit erin, en dat, dat is ook met dank aan de, 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 de kennis in, het, uh, in ons team, en ook met de wetenschappers. Zit, om ervoor te zorgen dat. Uh, uh, dat als er een hartstilstand zonder getuige is, dat die hele machinerie van 112, van reanimatie, et cetera, dat moet aan zoveel dingen voeden. dat is meer dan alleen een appeltje wat even uh, een TikTok registreert. Nee. En de, oh ja, even los van die documentaire, want daar heb je natuurlijk gelijk in. Maar hoe eerder die wearable er is en ook uh, betaalbaar en beschikbaar is, hoe beter het is. Ja, ja en daar hebben we een klein. Zullen we tot slot? Pein. tot slot. Want uh, het wordt hier yeah, nooit zwaar dat ik yeah. te lang van de Ja, nee, ik ben. ook. Of ja. jij? Ja, ja ik. Ja. <laughs> Even een heel klein stukje, heel klein stukje. van die uh, ja. documentaire. Stichting dat hart. Ja. Ja. Luister eens, Hans, uh, heb je nog een famous last word? Of, uh... Ja. Um, maar het moet kort van deze. Ja, weet ik. Het, want dit is zo'n beetje tijd. De zo en de tijd is op. De tijd ja. is op. En dat heeft er altijd mee te maken dat namens de collega's van de Hartstichting en volgens mij ook langs, namens alle wezigen hier wil ik jou heel hartelijk okay. danken. Ja. Dat jij, en volgens mij is, is daar ook wat voor geregeld. En, daar is bij stilgestaan. Dus als je me zo'n voorzet geeft, dan ja. eh, kop ik hem in de auto. Maar je moet ook even zeggen dat de mensen nu lekker kunnen gaan drinken Zee. en gaan -ha -ha. Dank je wel.